Hallo kijkers en tot de kern en schoen in video. In deze video gaan we weer verder met Minecraft Survival Island. En de vorige keer waren we net bezig met het maken van die varkenfarm, maar toen ontplofte net die creeper en daardoor was de hele farm om zeep. Dus in deze video probeer ik de farm een beetje te herstellen. Maar ik heb gewoon een beetje wat support nodig om deze gaten nog een beetje te vullen. Dus dit mag hier dan weer gevuld worden met zand. En ja, creepers kunnen toch soms wel heel erg schade aanrichten. Gelukkig zijn wij er nog om de schade te beperken, maar gelukkig is het nu dag, dus zodra als het goed is geen creepers meer gaan spawnen. En dan kunnen we gewoon rustig de farm hier een beetje gaan herstellen, zeker. Even zien, heb ik een wortel bij me? Ja, de wortels heb ik bij me, dat is mooi zo. Maar ik wil eigenlijk gewoon eerst gewoon dit hier even afmerken. Even zien. Dus dit hebben we nodig. En eens zien of die varkens ook zullen volgen. Kom eens hier, varkens. En ja hoor, de varkenfarm is dan eindelijk toch klaar. Op het verkeerde blokje op ongeluk geplaatst, maar dat is niet erg. En onze koeien moeten ook nog eens eten geven. Dat is ook wel belangrijk. Laten we in deze aflevering misschien nog eens gaan mijnen. Dat lijkt me toch tof. Want we hebben toch weinig resources en... We hebben ook nog, wacht even, waar is onze, hier zijn onze saplings, die moeten we ook even terugplanten. Want we moeten meer hout hebben, dus hier, saplings. En ook hier nog een sapling. Maar wat hebben we nodig voor ons mijnavontuur? Die tel zeker en vast niet. Er zit toch mijn overvol inventaris. Het enige wat we nodig hebben is onze pickaxe en nog een waterbucket, misschien en wat voedsel. Kan misschien wel handig zijn. Onze fakkels natuurlijk niet vergeten, waar zitten die? Ah, ja, hier nog fakkels. En dan duiken we zo meteen het mijnavontuur in. Dit is al de derde aflevering. Dus dus gaat best wel snel in deze serie. Waar kunnen we nog mijnen? Ja, dan hebben we hierin nog iets hadden gevonden. Even zien. Ja, hier hadden we dit hier gevonden. Laten we ze nog verder gaan verkennen. Want ik heb het gevoel dat we hier nog iets zullen tegenkomen. Want bij leren is er lava en meestal als er lava is, ze kunnen er ook misschien wel eventueel diamonds bij zitten. Ik weet niet zeker, maar je weet maar nooit. Ik ben gewoon benieuwd tot waar het lava zal leiden. Nou, ik denk toch dat het niet echt iets interessants is hier om te vinden. Oh, of misschien toch wel. Even de waterbucket even weer bijhalen. Ja, hier kunnen we toch wel wat resources meenemen. Altijd wel handig die waterbuckets. En ik ook binnenkort weer op vakantie, dus dan moet ik een paar video's weer voorhand gaan maken. Zodat ik ze weer eens kan inplannen. Want dat is ook belangrijk als je video's maakt. Dat je ze ook op de goede moment kunt inplannen. En de vorige keer als ik op vakantie ging, was er soms een fout mij gepland in uploaden. Dus ik hoop dat het deze keer niet meer zal gebeuren. Even zien of we hier nog wat diamonds zullen vinden. Of je weet nog andere toffe dingen. Oh, een spawner. En er is ook nog eens een skeleton spawner. Wauw, die hebben we echt nodig.
Oh nee, Creeper is er. Niet ontploffen zoals de vorige keer, Creeper. Of toch wel, maar we moeten deze farm even verlichten. En dat dit hier ook genoeg toortjes zijn. Dus ik ben toch sowieso van plan om hier later een XP farm van te maken. Maar voorlopig gaat het nog even niet. Dus hier fakkels zijn hier al rond. Ik neem de kist er gewoon ook al mee. U weet, zit er nog wat stoffen spullen in. Wat heb ik gekregen? Oh, melons. Die hadden we nog niet. En ook een zadel en music disc en golden apple. Ja, deze spullen zijn toch wel tof, vind ik persoonlijk. Dus het is toch wel heel erg tof dat ik die spawner heb gevonden. Dus was het volgen van die lava poeltje dan toch nog handig. Want in eerste instantie dacht ik van toen ik die lava pool tek, want ja, waarschijnlijk vind ik hier toch niks. Maar uiteindelijk vind ik dan toch nog een spawner die toch wel heel erg nuttig kan zijn. Laten we misschien ook wel eerst het kool even meenemen, want het is toch ook wel tof om kool mee te nemen. Ook al denk ik toch wel dat we daarvan nu al genoeg hebben, kan beter te veel hebben dan te weinig. Dus hier is het moes cobblestone. Laten we misschien in de volgende aflevering hiervan een XP-farm van maken, lijkt me wel tof. En dan kun je misschien als idee dat we met redstone lamps kunnen aan- en uitzetten. Dat lijkt me wel tof. Alleen we hebben nog niet eens. Oh, diamonds! Diamonds! Wow, dat is ook wel onverwacht. Oh, en het zijn ook nog eens veel. Wauw. We denken dat we toch deze aflevering toch wel een beetje geluk hebben. We hebben diamonds gevonden. We hebben een mob spawner gevonden. En ja, dat was het eigenlijk een beetje. Ook nog wat van deze mossy cobblestone meenemen. Want daar hebben we er nog geen van. Laten we misschien al een beetje beginnen voor de nieuwe XP farm. Dus daarvoor mag ik hier weer dicht. En nog één kop. Een beetje mossy cobblestone meenemen. Dus hoe willen we onze XP farm gaan maken? Daarvoor moeten we eerst nog even een paar blokken diep gaan. Zo in die RGT blokken meenemen. En dan ga ik ook stilaan de aflevering daar bijna gaan afsluiten. Want ik ga in de volgende aflevering wil ik dan volop gaan voor deze XP farm. Want ja, we hebben ook nog. Het is ook een skeleton farm, dus die zijn ook extra handig voor het hebben van bone meal. Maar voor die farm af te werken heb ik gewoon meer buckets nodig en zo. Dus keer ik even terug naar mijn huisje en dan was al onze mijnsessie toch wel een beetje geslaagd. Even zien waar waren we ook al. Ja, we zijn nu hier. En dat was ook gewoon een beetje verbaasd dat ik hier ben tegengekomen. Naar boven en dan, oh, het is weer een nacht, dus moeten we de nacht weer eens gaan schippen, zeker. En ook stilaan een aflevering gaan afsluiten, want ik weet niet hoe lang ik bezig ben, maar ik wil een paar manieren een korte aflevering van te maken. Een niet zo lange aflevering. We zijn er bijna. En we zijn er. Even zien. Eigenlijk smelt ik al sowieso al op. En de diamonds. Ja, ik had daar ook nog eens een kist. Ja, hier mogen de diamonds in. Samen met alle andere spullen. Wat ik nodig heb voor die farm is een beetje wat hout. Nog wat extra buckets. Dan kunnen we voor een aflevering volop voor die farm gaan. En hoe lang zijn we bezig met opnemen? Wacht, we zijn. We kunnen ook misschien ook eventueel niet hier nog even gaan oogsten, want zit bijna het hele eiland zit hier vol mee. En ik denk dat we toch al genoeg sugarcane hebben voor het maken van een goede, even
goede boekenkast, alleen het leer is nog even een probleem, dus mag de koeien ook sowieso nog eten geven. Dus dat ik hier nog sugarcane. Ja, ik kist dit er toch allemaal voor, dus moet sowieso nog ooit in de kistenkamer komen. En de melons mogen ook al eens geplant worden. Dit zal ik ook nog even nodig hebben, want ik wil even nog wat farms gaan uitbreiden. Dus hier wordt plaats voor de melons. En dan moet ik gewoon deze farm nog uitbreiden. Of laten groeien, beter gezegd. Oh ja, de wortels was ook, bijna vergeten. Wat hier wortels. Even alles gaan boonmielen. En dan weer alles gaan terugplanten. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Het was een korte video, maar ik hoop dat jullie dat toch tof vonden. En als jullie deze video leuk vinden, vergeet hem vast al zeker niet te liken. En ja, tot de volgende video, maar weer ga ik de video afsluiten. Dus doei doei!